De Nederlandse co-productie Dede heeft weer twee buitenlandse prijzen in de wacht gesleept. De film won de publieksprijs op het Cinemet Filmfestival in Montpellier en werd bekroond met de prijs voor beste regisseur op het Toffifest Filmfestival in Polen. Dat heeft producent Amila van der Hulst zondag gemeld. Dede van de Georgische regisseur Mariam Kachvani gaat over het leven van een jonge vrouw die woont in een afgelegen bergdorp in Georgië waar het leven strikt bestuurd wordt volgens eeuwenoude tradities. Dina's grootvader heeft haar uitgehuwelijkd aan David, maar Dina ontwikkelt gevoelens voor de knappe soldaat Gigi en komt voor de keuze of zij de traditie durft aan te vechten. De film werd ontwikkeld met ondersteuning van het Sundance Screen Writers Lab en de Fabriek des Cinemas du Monde in Cannes. Dede is ook ondersteund door het Nederlands initiatief der Dutch Film Club, een groep van bedrijven en particulieren die talentvolle filmmakers wereldwijd financieel steunen. Het is niet bekend wanneer Dede in de Nederlandse bioscopen te zien is.